Zo, het is 2 uur, dus ik stel voor dat we starten met de gratis training van accounting voor dit jaar. Had ik allereerst even een vraag voor jullie, of ik goed te verstaan ben, als iemand dat even aangegeven, of via de microfoon of via de chat. Dan weet ik in ieder geval of ik goed te verstaan ben. Oké, top. Nou, zoals ik al zei, welkom bij deze gratis training voor het vak accounting. Nou, dit is een gratis training waarbij ik de belangrijkste dingen uit de eerste weken ga bespreken. Dus we beginnen even echt bij het begin, zodat het voor iedereen ook goed te verstaan is, goed te begrijpen is. Maar voordat we echt gaan beginnen, ga ik mezelf even voorstellen. Wie ben ik? Ik ben Sietse Koopmans. Ik ben 23 jaar. Ben nu derdejaars student economie en bedrijfseconomie. En naast het vak accounting geef ik ook tentamentrainingen in macro-economie en corporate finance. Al deze vakken met een mooie cijfer weten af te ronden. Ik ben van mening dat ik wel een beetje goed kan uitleggen wat nou echt belangrijk is en hoe je een mooi cijfer voor je tentamen kan halen. Tenminste, tot nu toe is dat altijd goed gelukt. Dus vandaar dat ik nog steeds deze tentamentrainingen geef. Zelf heb ik voor dit vak de wekelijkse training gegeven. De tentamentraining die echt komt voor het tentamen zelf, dus op het einde, die jullie misschien nog gaan volgen, die wordt door Berend gegeven. Berend kon alleen niet deze gratis training geven, dus vandaar dat ik hem even voor je geef. De training zelf ziet er precies hetzelfde uit. Dezelfde slides worden ook gebruikt, dezelfde vragen. Alleen dan is het Berend die het uitlegt. En in dit geval doe ik het, maar dat is even om jullie een beeld te geven van hoe de training van dit vak eruit ziet. Wat is nou eigenlijk belangrijk voor het vak accounting? Het is natuurlijk belangrijk dat je weet hoe het tentamen eruit ziet. Het tentamen bestaat uit multiple choice vragen. Doorgaans zijn het ongeveer 40 multiple choice vragen. Waarbij natuurlijk de belangrijkste onderdelen aan bod komen. Dus natuurlijk de accounting cyclus. Wat we vandaag ook uitgebreid gaan bespreken. Equity and liabilities, financiële statements. Een stukje over corporations, dus bedrijven. En een stukje over managerial accounting. Dat zijn echt de grote onderwerpen. Als je dan kijkt naar het tentamen zelf, dan is het belangrijk dat je goed oefent. Dus goed oefenen met oefententamenvragen, want het is natuurlijk wel een tentamen waarbij je een soort van moet rekenen, zeg maar. Natuurlijk met accounting. Je moet natuurlijk vragen uitwerken om tot een antwoord te komen. Dus het is handig dat je daar al mee hebt geoefend. Dat is dan ook iets wat we tijdens de tentamentraining doen. Dus ook tijdens deze tentamentraining gaan we veel oefenen met oefententamenvragen. Waarbij ik ook een poll zal aanmaken waarbij jullie je antwoord door kunnen geven, zodat ik een beetje zie of iedereen het antwoord al heeft gegeven. Jullie krijgen deze PowerPoint inderdaad nog per mail toegestuurd. Ik denk dat dat na de training gebeurt, maar die krijgen jullie inderdaad nog toegestuurd. Het slagingspercentage van tentamen ligt doorgaans rond de 65%, tenminste van de afgelopen jaren. Waarbij het dus wel echt zo is, als je gewoon goed hebt geoefend, wat we dus ook tijdens deze training gaan doen, en ook bij de training die nog komt, dan moet het goed te doen zijn om het tentamen te halen, als je maar weet wat je te wachten staat en wat voor vragen je kunt verwachten. De structuur van de training, ik weet niet of jullie alles een training van Athena hebben gevolgd, maar de standaard structuur is doorgaans dat we een stukje theorie bespreken. Dan geef ik vaak een voorbeeld en dan komt er een oefenvraag. Dus dan kun je gelijk kijken of je het zelf snapt. En de structuur is echt gebaseerd op tentamens van voorgaande jaren. Het kan ook dat er een aantal vragen van oude tentamens voorbij komen. Je leert natuurlijk het meest door vragen te stellen. Dus dat wil ik jullie ook vragen. Mocht je iets niet snappen, mocht iets niet duidelijk zijn, geef het vooral in de chat aan of unmute jezelf even. Maar net wat je zelf het fijnst vindt. En mocht je inderdaad het voor de training gaan, de echte volledige training, dus dit is de gratis training, hierna heb je nog een volledige training, dan kom je ook nog in een groepsapp terecht waarbij je al je vragen kunt stellen, zodat je goed voorbereid het tentamen in kunt gaan. Maar dit is dus een beetje de structuur van de standaard structuur van de trainingen. Zullen we kijken wat we vandaag gaan bespreken, echt qua stof voor accounting. Ga ik de eerste 4 hoofdstukken behandelen. Dus we beginnen met accounting en de bedrijfsomgeving. Dan gaan we in hoofdstuk 2 kijken naar hoe je nou echt zakelijke transacties moet registreren. Dus het journaliseren van transacties. Dan kijken we in hoofdstuk 3 naar een aantal principes en het aanpassingsproces. Dus bijvoorbeeld dat sommige accounts aan het eind van de periode niet up-to-date zijn. Hoe je dan aanpassingen verricht, dat je boeken wel in orde zijn. Zodat ze bijvoorbeeld voldoen aan het matching principle.
En in hoofdstuk 4 gaan we nog de accountingcyclus in zijn algemeen nog even bespreken. Dus dat zijn de voornaamste punten van vandaag. En tussendoor gaan we dus veel oefenen met oefenvragen die ook representatief zijn voor het tentamen zelf. Beginnen we bij het eerste gedeelte, dus het eerste hoofdstuk. Euro, there is no English version. I think we only offer these cars in Dutch. No English version. Het eerste hoofdstuk, dat is dus accounting en het bedrijfsgeven. Maar wat is ook weer accounting? Accounting, dat is het meten, verwerken en communiceren van financiële en niet-financiële informatie van economische entiteiten, zoals bijvoorbeeld bedrijven. En waarom is accounting nou eigenlijk zo belangrijk? Nou, het is natuurlijk voor investeerders die geld in een bedrijf willen investeren of geld willen lenen aan een bedrijf. Belangrijk dat ze goede informatie hebben, zodat ze de keuze of ze daadwerkelijk geld gaan investeren of niet kunnen baseren op relevante informatie. En dan is het dus ook belangrijk dat een bedrijf op een juiste en begrijpelijke manier zijn stand van zaken kan communiceren naar de buitenwereld. En dat is dus het gedeelte dat een bedrijf zijn informatie communiceert naar externe partijen. Dat noemen we ook wel financial accounting. Naast financial accounting heb je ook nog managerial accounting. En dat is het meten, verwerken en communiceren van deze informatie alleen dan echt voor intern gebruik. Dus voor managers en dergelijke in het bedrijf zelf. Dat die beslissingen kunnen maken op basis van informatie van hoe het bedrijf ervoor staat. En bij accounting moet je dus inderdaad een aantal regels volgen. Zodat je de informatie van verschillende bedrijven ook met elkaar te vergelijken zijn. En dat niet bijvoorbeeld het ene bedrijf zijn informatie op de ene manier in zijn boekhouding heeft neergezet. En andere bedrijven op een andere manier, waardoor het niet te vergelijken is. Het gaat bij accounting echt om het vergelijken. Zeker naar externe partijen toe wil je dat die informatie goed te vergelijken is en relevant is. Zodat deze investeerders een weloverwogen beslissing kunnen maken. Dan gaan we het eerst hebben over accounting en de bedrijfsomgeving. Dus dat is hoofdstuk 1. Nou, het eerste wat dan echt aan bod komt, dat is natuurlijk de accounting equation. Wat is ook weer de accounting equation? Dat is dat assets gelijk is aan liabilities plus equity. En hierbij is deze vergelijking altijd in balans. En wat zegt het nou eigenlijk? Nou, assets, dat zijn middelen die gecontroleerd worden door het bedrijf door het verleden. Dus het bedrijf heeft deze middelen verkregen door het verleden. En waarvan verwacht wordt dat het economische voordelen op zal leveren. Dus wat kun je dan onder assets verwachten? Dat zijn bijvoorbeeld land, meubilair, voorraad, cash. Gewoon al de dingen die een bedrijf tot zijn beschikking heeft om zijn bedrijfsvoering uit te kunnen voeren. En dat staat dus aan de linkerkant van deze equation. Nou, en aan de rechterkant staat eigenlijk hoe dat gefinancierd wordt. Dus dan kijk je naar liabilities en equities. Nou, liabilities, dat zijn dan de schulden van het bedrijf, de schulden aan crediteuren. En op de balans kun je dat dus herkennen aan het woordje payable. En het equity, dat is dat deel van de assets waarop de eigenaar aanspraak maakt. Dus eigenlijk dat deel van de assets wat geen vreemd vermogen is. Dus dat echt vermogen is van de eigenaar. Dus bijvoorbeeld alle aandeelhouders. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de trial balance, dan zie je onder equity ook nog de paste revenue en expenses staan. Maar daar komen we zo meteen nog op terug. En waarvoor hebben we nou deze accounting equation? Nou, met de accounting equation kun je dus makkelijk transacties analyseren. En onder de juiste categorie zetten. En dit is dus inderdaad ook de balans, zodat je kunt zien wat de stand van zaken van een bedrijf is. En dan zie je dus dat assets altijd gelijk is aan liabilities plus equity. Dus we kijken naar een oefententamenvraag. You have the following information. Nou, deze informatie die staat gegeven. What amount should be shown for Jones Capital on the trial balance? En dan kun je kiezen deze antwoordmogelijkheden. Maak de bal aan. En de bal staat online.
Okay, ik zie al aardig wat antwoorden binnenstromen. Geef nou even 1 minuut voor de mensen die nog geen antwoord hebben gegeven. Oké, nou, ik heb de meeste antwoorden binnen en nou, de meeste mensen kiezen voor antwoord A, gelukkig, want dat is ook het juiste antwoord. Nou, hoe kom je nou op dat antwoord te weten dat het hier gaat om een trial balance? Op een trial balance zijn tijdelijke accounts zoals revenue en expenses, die staan er ook nog tussen. Dat wordt zo meteen nog wel wat duidelijk, maar het was meer om even een inzicht te geven wat we net hadden besproken. Want dat weten we ook weer, assets is gelijk aan liabilities plus equity. Nou, balans voor de trial balance ziet er dan dus zo uit als we de gegevens van de vorige slide erbij pakken. We zagen dat cash 5000 was, account receivable wat ook een asset is, was 14.000, furniture was 12.000. We zagen dat alle assets tezamen 31.000 zijn. Nou, bij liabilities plus equity zagen we een account van accounts payable staan van 8.000, notes payable van 6500, revenue 10.000 en expense 750. Nou, de enige onbekende is dan Jones Capital, waarin de vraag ook naar gevraagd wordt. En we weten dat assets gelijk moeten zijn aan liabilities plus equity. Dus we weten dat al deze accounts tezamen gelijk moeten zijn aan 31.000. Nou, we weten dus dat revenue een positief effect heeft op equity en expense natuurlijk een negatief effect op equity. Revenue verhoogt je equity, ja, en uitgaven, expenses, dat verlaagt je equity natuurlijk. Dus als je dan kijkt naar wat Jones Capital is, beginnen we bij 31.000, want asset is gelijk aan liabilities plus equity. Halen we de accounts payable ervan af, halen we de notes payable ervan af, halen we de revenue ervan af. En dan tellen we de expenses erbij op, omdat expenses verlaagt ons equity. En daarom moeten we het er nu bij optellen. En dan zie je dus dat je uitkomt op $8250. En dan zie je dus dat Jones Capital $8250 was op deze trial balance. Als jij hier een post hebt van $8250. Nou, revenues komt erbij op, expenses komt erbij af, notes payable komt erbij op, accounts payable komt erbij op. Dan kom je op $31.000 uit. Dus vandaar dat in dit geval antwoord A het juiste antwoord was. Is dat voor iedereen duidelijk? Ook voor de mensen die een ander antwoord hadden gekozen? Yes, ik zie geen vraag, dus dan stel ik voor dat we verder gaan. Nou, wat ook aan bod komt, wat heel belangrijk is bij dit vak, dat zijn natuurlijk de financial statements, waarbij je dus vier financial statements hebt. Allereerst heb je een income statement. Wat zegt dat nou eigenlijk? Dat rapporteert de winsten of verliezen van bedrijfsactiviteit over een bepaalde tijd. Dus dat laat eigenlijk zien hoe winstgevend het bedrijf is. Daarnaast heb je een statement of owner's equity. En dat rapporteert de hoeveelheid verandering in owner's capital en de reden voor deze verandering. Dus hoeveel kapitaal van de eigenaar verandert en wat daar dus de reden van is. En het laat dus ook zien hoeveel van de verdiensten van het bedrijf, dus van je income statement, hoeveel de verdiensten daarvan in het bedrijf blijven. Of bijvoorbeeld ook uitgekeerd worden in dividend aan de eigenaren. Als laatste heb je nog, of daarnaast heb je nog de balance sheet. Dat rapporteert de assets en de claims erop op een bepaald moment. Dus wat we net zagen. Dus wat zijn de assets van een bedrijf en hoe wordt dat gefinancierd? Dus welk gedeelte is liability? En wat zijn en welk gedeelte is equity? En als laatste heb je nog een statement of cashflows. En dat laat zien hoeveel cash er binnenkomt en uitgaat in een periode. Zullen we kijken naar een voorbeeld van alle statements. Dus de income statement laat het zien over de winstgevendheid. Dan zie je de revenue op staan, zie je de expenses op staan. En dan zie je dus wat het netto inkomen is. Nou, naast je income statement heb je dus ook de statement of owner's equity. Dat laat dus zien hoe het equity van een bedrijf verandert. Dus in dit voorbeeld was aan het begin van de periode het eigen kapitaal 0. Nou, de eigenaar heeft $30.000 bijgedragen, eigen kapitaal.
netto inkomen, wat we net in het inkomensstatement hadden berekend, is 5300. Dan zie je dat het $35.300 zou zijn. Maar de eigenaar haalt ook een gedeelte van het kapitaal terug. Dus in de vorm van owner withdrawal. Dus hij haalt een gedeelte van het kapitaal uit het bedrijf weg. En dan zie je dus dat aan het eind van de periode het owner's capital $30.300 is. Nou, daarnaast heb je dus nog de balance sheet dat we net zeiden. Dan zie je dus dat assets gelijk zijn liabilities plus equity. Onder assets zie je dus alle assets staan. Cash, accounts receivable, office supplies, land. Dat zijn allemaal middelen die het bedrijf tot zijn beschikking heeft. Dat zijn dus de assets. En hier zie je dus hoe dat gefinancierd is. Je ziet dat het bedrijf 200 schuld heeft. Dus accounts payable is $200. En de rest is dus eigenlijk allemaal kapitaal van het eigenaar. Dus owner's equity. En dan zie je dus weer dat assets 30.500 gelijk is aan liabilities plus equity. Wat ook $30.500 is. Als laatste hebben we nog de statement of cashflows. Dat laat dus iets zien over de daadwerkelijke cash wat ontvangen wordt. Dus dan kijk je niet per se naar revenues en expenses, maar dan kijk je dus echt naar hoeveel je echt hebt betaald qua cash. Dus hier zie je dat je $7500 hebt ontvangen in cash. Je ziet hier wat voor uitgaven je hebt gehad, echt in cash. En dan heb je hier dus ook een onderscheid tussen operating activities, investing activities en financing activities. Wat later in de cursus nog uitgebreid besproken wordt, want dat komt in een later hoofdstuk aan bod. Maar dan zie je dus per activiteit wat een netto cash inflow of outflow is geweest. Je ziet hier dat je een cash inflow hebt van $4000 uit operating activities. Je ziet hier dat je een cash outflow hebt van $20.000 van investing activities. En je ziet dat je een cash inflow hebt van $25.000 van financing activities. Nou, als je dan alles op een rijtje zet, dan kan je zien dat je een beginbalans van cash 0 was. Je eindbalans van cash is 9000. Dus dan heb je dus een netto increase van $9000 in cash. Dat laat de statement of cashflow zien. Even een oefenopdracht. Dan kun je ook even zien dat dit soort vragen ook op het tentamen terug kunnen komen. Dus voor de oplettende kijker. Each financial statement includes a heading giving 3 pieces of data. Which of the following items is not included in these headings? En ik kies uit deze antwoordmogelijkheden. Maak ik een poll aan. En de poll staat online. De meeste antwoorden binnen, dus geef me even 15 seconden voor de laatste antwoorden. Oké, nou. Vrijwel alle mensen kiezen voor antwoord C. En inderdaad, dat is ook het juiste antwoord. De financial statements bovenaan staan altijd wat informatie. En dat is altijd de naam van de financial statements, de naam van het bedrijf. En de datum of de tijdsperiode waar het over gaat. En de naam van degene die de financial statement klaarmaakt, dat staat er nooit bij. Dus we kijken naar de vorige slide, naar het voorbeeld. Zien we hier de naam van het bedrijf. Daar zien we de naam van het soort financial statement. En daar zien we dus de tijdsperiode. Dus het gaat hier om de maand november, die eindigt op 30 november. Dus deze 3 stickers staan altijd vermeld. En inderdaad, de naam van degene die het heeft voorbereid, dat staat er niet tussen. Dus vandaar dat in dit geval antwoord C het juiste antwoord is. Dat was even kort het eerste gedeelte van accounting. Dus eigenlijk alleen de accounting equation en de financial statements. Welke financial statements er zijn. Gaan we het nu hebben over echt het registreren van zakelijke transacties. Want ja, een bedrijf heeft natuurlijk een beginsituatie. Dat is zijn balans. Dan zie je dus wat de assets van een bedrijf zijn. Je ziet wat de liabilities zijn en wat het equity van het bedrijf is. En dan gaat een bedrijf een nieuw boekjaar in. En tijdens dat boekjaar heeft een bedrijf natuurlijk allemaal transacties die je doet. Het koopt dingen aan, het verkoopt dingen, het produceert dingen. En het is van belang dat een bedrijf al deze dingen die hij uitvoert op de juiste manier in zijn boekhouding vermeldt.
En daar gaan we het dus over hebben in de accountingcyclus. Dus ik heb hem er alvast even bij gepakt. Het is eigenlijk hoofdstuk 4, maar dan kun je even zien waar we nu zijn. Dus we beginnen met een beginsituatie. We beginnen met de balans van het bedrijf. Dan gaat het bedrijf een nieuw jaar in, een nieuw fiscaal jaar. En dan gaat het dus zijn bedrijfsvoering uitvoeren, waarbij het dus allemaal transacties aangaat. En het is dus van belang dat we die transacties analyseren en journaliseren. En in accounting doe je dat dus op een bepaalde manier. En dan kun je daarna dus kijken hoe je de beginbalans aanpast aan de hand van al die transacties, tot je op een unadjusted trial balance uitkomt. Dat is wat we in dit hoofdstuk gaan bespreken. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Nou, voor het analyseren en journaliseren van transacties maak je gebruik van T-accounts, waarbij dit eigenlijk een van de belangrijkste figuurtjes is voor het vak accounting. Nou, je ziet weer de accounting equation staan, dus assets is gelijk aan liabilities plus equity. Maar je ziet hier debit en creditzijde staan. Wat betekent debit en credit? Dat betekent in principe niks anders dan debit is links en credit is rechts. En in dit figuurtje zie je dus bij debit, bij assets debit een pijltje omhoog staan. En bij liabilities zie je bij credit een pijltje omhoog staan. En wat betekent dat nou? Stel een bedrijf zijn assets die nemen toe. Dus de assets nemen toe, dus dat is een pijltje omhoog, een toename. Dan boek je dat altijd debit. En stel een bedrijf zijn assets die nemen af, dan boek je dat altijd credit. Omdat daar een pijltje naar beneden staat. En bij liabilities is het dus andersom. Als de schulden toenemen, de liabilities nemen toe, dan boek je hem credit, want daar staat het pijltje omhoog. En als de liabilities afnemen, dan boek je hem debit, want daar staat het pijltje naar beneden. En hetzelfde bij equity. Als je equity toeneemt, boek je het credit. En als je equity afneemt, boek je het debit. En dan kun je dus ook redeneren, want op je trial balance heb je dus ook nog tijdelijke accounts, zoals je revenue account en je expense account. Nou, revenue, opbrengst, dat doet je equity natuurlijk toenemen. Dus dat boek je altijd credit. En expenses doen je equity afnemen. Dus dat boek je ook altijd debit. En hierbij is van belang, bij assets zie je dus als het toeneemt, boek je het debit. En dat noemen we ook wel het normale account, normale balans. Dus de normale account is altijd datgene waarbij je toeneemt. Dus bij assets is het normale account debit. En bij liabilities is het normale account credit. Want als het toeneemt, dan boek je het bij liabilities credit. En bij assets debit. Dus op die manier moet je het dus boeken. En als we dan kijken naar de volgorde van boeken. Dus een bedrijf die gaat transacties aan. Dan gaat het het eerst in zijn journal neerzetten. En daarna gaat het het opnemen in de T-accounts. En alle T-accounts tezamen die vormen een ledger. En op basis van die ledger kan je je beginbalans aanpassen naar een unadjusted trial balance. En hoe dat er precies uitziet gaan we zo stapje voor stapje bespreken. Dus dat wordt duidelijk. Het is dus van belang bij het boeken van transacties dat je het eerst in je journal doet. En daarna opneemt in je T-account. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een bedrijf dat office supplies aankoopt. Dus office supplies die nemen toe. Dat is een asset. Dus die boek je debit wat we net zagen. In dit geval betalen ze dat niet gelijk. Maar ontstaat er een schuld bij bedrijven waar je de office supplies koopt. Dus er ontstaat een accounts payable. En we zagen als accounts payable toeneemt, dan moest je hem credit boeken. Nou, vervolgens, dit is dus de journal entry. Vervolgens ga je dat ook in een T-account neerzetten. Dus office supplies boek je dus debit. Dat staat dus aan de linkerkant. En accounts payable, dat boek je dus credit. Dat staat dus aan de rechterkant. Nou, dit doe je dus de hele periode lang voor alle transacties. Dus mochten er in de maand november nog meer aankopen van office supplies komen, dan staan die hieronder vermeld. En mochten er nog meer schulden aangegaan worden, dan staan die ook nog hieronder vermeld. En al de T-accounts tezamen, dat vormt dan inderdaad een general ledger. En dit is bijvoorbeeld de general ledger van cash. En dan kun je zien dat op 1 september cash toenam met $42.000. 6 september nam het nog een keer toe met $1.400. Op 7 september heb je een uitgave van cash gedaan van $24.000. Nou, enzovoort, enzovoort. Dat ga je dus voor heel de maand september, alle transacties met betrekking tot cash, ga je in dat T-account neerzetten, wat dan een ledger vormt. En dan zie je dus dat je T-account op het eind van de maand een saldo heeft van $13.970. En dan weet je dus dat over heel de maand september is je cash toegenomen met $13.970, omdat er dus debit staat. En op basis van deze waarde kun je dan je beginbalans updaten naar de balans aan het einde van september. Dus je hebt bijvoorbeeld voor september had je bijvoorbeeld een balans van $10.000 cash. Dan weet je dus dat je op 1 oktober, dus na september,
een balans hebt van $10.000 waar je mee begon, plus $13.970. En dat is dus $23.970. Kijken. Nou, en dat doe je dus voor alle accounts. Dus hier zie je dat staan voor cash, maar ook voor trade receivables, ook voor salary receivables en ook voor service revenue. En op basis van al deze T-accounts tezamen, dat is dus het general ledger, kun je dus de beginbalans aanpassen om een nieuwe balans te maken. En dan zie ik dat Bart een vraag heeft, zijn die T-flows maandelijks? Dit kan maandelijks. Het is maar net wat het bedrijf, waar het bedrijf voor kiest. Dus het kan inderdaad maandelijks. Je ziet vaak dat ze het maandelijks doen. Dat ze per maand zo'n T-account maken en dan de beginbalans aanpassen en dan naar een nieuwe balans. Maar het kan ook per kwartaal, het kan ook per half jaar. Het is maar net waar een bedrijf voor kiest. En daar zijn niet regels voor of iets dergelijks. Als je dan kijkt naar het accountingproces tot nu toe. Je hebt dus die beginsituatie, dat is dus de balans. Dan ga je dus kijken wat voor transacties heeft het bedrijf gedaan. Dat ga je dus analyseren en journaliseren. En dan ga je dus die journal entries doen, een T-accounts. En dan krijg je dus een general ledger wat we net zagen. En dan kan je dus die beginbalans updaten aan de hand van die general ledger. En dan ontstaat er dus een unadjusted trial balance. En dat is dus inderdaad de oude balans bijgewerkt aan de hand van de ledger. Dit is een trial balance, dus niet helemaal een goed voorbeeld. Want de unadjusted trial balance die is nog niet helemaal up-to-date. Dus laat dit eerst maar even zitten, maar daar komen we samen nog op terug. Maar je hebt dus een beginbalans. En aan de hand van die general ledger kun je dat dus bijwerken tot een unadjusted trial balance. En zo meteen gaan we zien hoe dat er dan uitziet. Heb ik allereerst even een vraagje omtrent, of meerdere vragen omtrent het boeken van transacties, of dat helemaal duidelijk is. Dus de eerste oefenopgave. A business receives cash in payments of accounts receivable. Which of the following occurs? En dan kun je kiezen uit deze antwoordmogelijkheden. Maak ik een paal aan. En de poll staat online. Even kijken, ik kan even kort teruggaan inderdaad. Als je aangeeft... Als je het hebt gezien, dan kan ik daarna weer naar de vragen teruggaan. Oké, top. Oké, geef nou weer een halve minuut aan voor de laatste antwoorden. Nee, de unadjusted trial balance is niet gelijk aan een beginsituatie. De unadjusted trial balance, dat is de beginbalans bijgewerkt aan de hand van de general ledger. En we gaan zo meteen kijken naar adjusting entries. Dus dan ga je kijken dat bepaalde accounts niet helemaal up-to-date zijn. Met hoe ze in werkelijkheid zijn. En dan ga je dus adjusting entries doen. En dan krijg je de adjusted trial balance. Of de normale trial balance. Maar de unadjusted trial balance. Dat is dus de beginbalans. Bijgewerkt aan de hand van de general ledger. We gaan dus zo kijken wat die adjusting entries zijn. En dan wordt dit ook wat duidelijker.
De General Ledger, dat zijn al die T-accounts tezamen. Dus ik kan nog wel even snel terug. Dat is dit. Dus je gaat dus van alle accounts over een hele periode kijken wat er nou bij komt en wat er afgaat. En dan krijg je dus bij alle accounts dus een, of een debitbalans of een creditbalans. En dat doe je dus voor alle verschillende T-accounts. En dan kan je dus je beginbalans bijwerken aan al die verschillende T-accounts, wat we samen dus de General Ledger noemen. Is dat duidelijk? Oké, top. Even kijken. Nou, ik zie dat de meeste mensen voor twijfelen tussen A, B en D. In dit geval is het juiste antwoord antwoord B. En waarom is nou het juiste antwoord antwoord B? Nou, als we kijken, wat gebeurt er nou? Een bedrijf die ontvangt cash. Nou, cash is een asset en we weten dus dat het bedrijf cash ontvangt. Dus een asset neemt toe. En we weten als een asset toeneemt, dan boeken we een debit. Dus dat is het eerste gedeelte. Een asset is debited. En het ontvangt dat cash in ruil voor accounts receivable. En accounts receivable is dus ook een asset. Dus de cash wat het nu ontvangt was dus eerst een account receivable. Dus dat was een bedrag wat iemand anders aan ons verschuldigd was. Alleen die account, dat neemt dus af. En account receivable is dus ook een asset account. Maar omdat die dus afneemt, boeken we die credit. Dus vandaar dat in dit geval het juiste antwoord antwoord B is. Een asset is debited, omdat een asset toeneemt, dat is cash. Maar account receivable, die neemt af, wat ook een asset is. Dus ook een asset account is credited. Dus vandaar dat in dit geval antwoord B het juiste antwoord is. Een asset is debited en een asset is credited. Omdat zowel een asset account toeneemt, dus ons cash, als een asset account afneemt, ons account receivable. En account receivable, dat zijn de, is dus al het geld wat anderen verschuldigd zijn aan ons. En dat beschouwen we dus ook als een asset. Is dat voor iedereen duidelijk? Yes, ik zie geen vraag, dus dan ga ik ervan uit dat het duidelijk is. En hier zie je inderdaad nog een keer dat figuurtje voor de makkelijkheid. Dus cash is een asset, nou, dat neemt dus toe. En ons account receivable dat neemt af, want we als het ware ruilen we ons account receivable om voor cash. We ontvangen cash voor ons account receivable. En die neemt dus af en dat is dus een credit booking. Dus zowel een debit booking als een credit booking. En dan zie je dus ook weer in, dit noemen we double entry booking, dat er altijd twee boekingen zijn. En in dit geval zijn er dus twee boekingen binnen assets. Maar het kan dus ook dat er één boeking binnen asset is en één boeking binnen liability. Maar daar kijken we zo meteen nog wel naar. Naar de volgende oefenopgave. A business receives a cash payment for service rendered. Which of the following occurs? Ik kies voor uit deze antwoordmogelijkheden. En de poll staat online. Oké, ik heb een halve minuut voor de laatste antwoorden.
Oké. Ik zie dat vooral tussen antwoord B en C wordt getwijfeld. En in dit geval is het juiste antwoord B. Zullen we dan weer kijken naar wat er in dit geval gebeurt. Dus een bedrijf ontvangt cash voor services die het heeft geleverd. Nou, wat gebeurt er dan? Het ontvangt dus cash. Nou, wat is cash ook weer? Cash is een asset. Cash neemt toe, dus een asset neemt toe. Dus die boeken we debit. Dus dat is bij antwoord B, een asset is debited. Nou, en als jij services hebt geleverd en daar cash voor ontvangt, dan heb je dus revenue geboekt. En we weten revenue, dat laat ons equity toenemen. En als we bij equity kijken, zien we bij credit een pijltje omhoog staan. Dus dan weten we dus dat de revenue account is credited. Want revenue account laat ons equity toenemen. En bij credit staat een pijltje omhoog, dus dat equity toeneemt. Dus vandaar dat bij antwoord B het juiste antwoord is. Dus als je cash ontvangt voor geleverde diensten, voor services, dan heb je dus cash ontvangen en heb je dus ook echt een revenue. Nou, als je cash toeneemt, boek je dus een asset debit. Dus een asset is debited. En als je dus revenue hebt, dan laat je equity toenemen. Dus dat boek je credit. Dus antwoord B, een asset is debited en een revenue account is credited, is in dit geval het juiste antwoord. Kijk, ik zie geen vragen, dus dan stel ik voor dat we naar de volgende vraag gaan. What type of account is salary payable and what is its normal balance? Dus ik kies uit deze antwoordmogelijkheden. En de poll staat online. Oké, ik ga naar 15 seconden voor de laatste antwoorden. Ik heb de meeste antwoorden al binnen. Oké, de meeste mensen kiezen voor antwoord C en D. In dit geval is het juiste antwoord D. Wat is ook alweer een salary payable? Nou, ik zei het eerder al. Schulden, dus liabilities, kun je herkennen aan het woordje payable. Wat eigenlijk betekent nog te betalen. Dus in dit geval salary payable, dat is de salaris wat je nog moet betalen, maar wat je dus wel al verschuldigd bent. Dus dat is een schuld, dus het is een liability. Ja, en dat was ook weer het normale balans. Normale balans, dat is de balans waarbij het toeneemt. En we zien hier dat liability, dat neemt toe bij een credit booking. Dus bij liabilities is de normale balans credit. Dus vandaar dat in dit geval antwoord D het juiste antwoord is. Salary payable, dat is een schuld. Dat is dus een liability. We weten bij liabilities dat de normale balans credit is. Dus als het toeneemt, dan boek je het credit. Dus vandaar dat in dit geval antwoord D het juiste antwoord is. Kijk, ik zie geen vraag. Dus dan ga ik verder. Komt er ook nog een ratio aan bod in het hoofdstuk? Dat is de debt ratio. Nou, wat is de debt ratio? Dat laat dus zien wat total liabilities zijn ten opzichte van de totale assets. Dus hoe groot gedeelte van de totale assets is schuld? En nou, waarvoor is het ratio belangrijk? Het is belangrijk om te kijken of een bedrijf zijn schulden kan afbetalen. Dus of het niet een te groot gedeelte van de assets gefinancierd heeft met schuld. Ja, dat is eigenlijk het doel van dit ratio. En over het algemeen, onder de 60% is veilig en boven de 80% zit je al in een hoger risico. Maar dit zijn niet echt harde cijfers. En dit is vooral echt afhankelijk per industrie. Want bij verschillende industrieën zijn normale schuldratio's normaal. Dus het is vooral handig om bedrijven binnen dezelfde industrie met elkaar te vergelijken. En om te kijken van hey, hoeveel schuld heeft die ten opzichte van zijn assets. En hey, hoeveel schuld heeft die ten opzichte van zijn assets. Als je dan kijkt hoe dit terug kan komen op tentamen. Vaak is het dan echt puur een rekenvraag. Which of the following statements is an accurate interpretation of a debt ratio of 0,6?
Nou, kun je dus kiezen deze antwoordmogelijkheden. En de poll staat online. Oké, nou, ik heb de meeste antwoorden binnen en de meeste mensen kiezen voor antwoord C. En dat is natuurlijk ook het juiste antwoord. We hadden gezien een debt ratio, dat laat dus zien hoe groot gedeelte van de totale assets dus schuld is. Dus als je een debt ratio hebt van 0,6, dat betekent dat jij voor per 1 euro aan assets 60 cent liabilities hebt. Want hier zagen we inderdaad het ratio, debt ratio, total liabilities gedeeld door total assets. Dus als dat 0,6 is, dat betekent dat jij per 1 euro aan assets 0,6 liabilities hebt. En dat is dus je debt ratio. Dus vandaar dat inderdaad in dit geval antwoord C het juiste antwoord is. Een debt ratio van 0,6 betekent dat de company 60 cent aan schulden heeft voor elke 1 euro aan assets. Gaan we nu kijken of beginnen met deel C, dus eigenlijk hoofdstuk 3, het aanpassingsproces. Wat is het nou? Nou, in accounting heb je een aantal principes waar bedrijven zich aan moeten houden. En om zich aan deze principes te kunnen houden, gaan bedrijven vaak een aantal aanpassingen verrichten. Dus we hadden net een unadjusted trial balance. En dan gaan we nu toewerken naar een adjusted trial balance, waarbij een bedrijf dus bepaalde aanpassingen verricht. Is het eerst belangrijk om te weten over welke principes dat we het hebben. Dus als eerst heb je het verschil tussen cash basis accounting en accrual basis accounting. Wat is cash-based accounting? Dat is het opnemen van revenues wanneer de cash daadwerkelijk ontvangen is. En het opnemen van expenses wanneer je de expense ook daadwerkelijk hebt betaald in cash. Dus cash-based is niet geoorloofd onder GAAP, dus General Accepted Accounting Principles. Wat daar wel onder veroorloofd is, dat is accrual-based accounting. En wat is dat dan? Dat is dat je revenues opneemt wanneer je ze ook daadwerkelijk verdiend hebt. En wanneer je expenses opneemt, wanneer je ze ook daadwerkelijk hebt opgelopen. En dat wordt dus ook onder grote bedrijven gebruikt. En dat is wel geoorloofd onder GAAP. Dus in de plaatje zie je nog een keer het verschil. Cash accounting, record income when you receive it, record an expense when you pay it. Dus dan kijk je puur naar de cashflow. En bij accrual accounting, dan kijk je ook echt naar de periode waarin je het ook echt verdiend hebt. Want het kan natuurlijk zijn dat ik een goed al heb geleverd, maar het pas de maand daarna het geld wat daarvan pas ontvang. Dus bij cash accounting zou ik dan inkomen pas de maand daarna registreren, want dan ontvang ik pas de cash. Maar bij accrual accounting, dan ga ik het inkomen al koppelen aan de juiste periode wanneer ik het goed ook heb geleverd. Omdat ik het in deze periode eigenlijk al heb verdiend. Dus bij accrual accounting, record income when you earn it, en record an expense when you incur it. Dus dat is een belangrijk verschil tussen cash accounting en accrual accounting. Nou, naast deze twee concepten heb je nog de time period concept. En wat is nou het time period concept? Dat is in principe niks anders dan een bedrijf zijn bedrijfsactiviteiten onder kan verdelen in kleinere periodes, waarover vervolgens dus financial statements gemaakt kunnen worden. Hierbij kan je dus denken aan bijvoorbeeld een maand, een kwartaal of een jaar, waarbij we doorgaans spreken van een fiscaal jaar in 12 maanden. Dus 12 maanden noemen we doorgaans een fiscaal jaar. En met het time period concept, dan zeg je dus, hey, je kan het jaar opdelen in kleinere periodes. Dan over die periodes kun je dus financial statements uitbrengen om iets te zeggen over het bedrijf. Daarnaast heb je nog je revenue recognition principle. En dat is het opnemen van revenue op het moment dat het verdiend is. En dus wanneer er goed geleverd is of een dienst hebt verleend. Wanneer het verdieningsproces compleet is, dan ga je dat revenue dus ook echt in je boeken neerzetten. Dus dat is revenue recognition principle. Het lijkt dus wel een beetje op accrual accounting.
Dus stel, ik heb nu revenue verdiend, of ik heb het goed geleverd, dus ik heb deze periode eigenlijk mijn inkomst gehad, maar ik krijg pas volgende periode betaald. Met het revenue recognition principle ga je wel al je revenue deze periode schrijven, omdat je deze periode dus het goed al hebt geleverd en het verdieningsproces dus eigenlijk al compleet is. En als laatste hebben we nog het matching principle. Dat is het opnemen van expenses op het moment van het oplopen in een periode. Dus aan het eind van de periode worden de expenses aan de revenues gelinkt. Dus bijvoorbeeld de huuruitgaven van januari, die moeten ook gelinkt worden aan de opbrengsten van januari. Omdat die kosten gekoppeld zijn aan de opbrengsten. Dus om deze opbrengsten te kunnen krijgen, heb ik deze expenses moeten ondergaan. En dat is eigenlijk wat je bij het matching principle doet. Dus de juiste opbrengsten en kosten aan elkaar koppelen. Zodat je een zo goed mogelijk beeld geeft van het bedrijf. Nou, wat we net al hadden gedaan, was dus, hadden we dus een beginbalans. Hadden we dus een aantal transacties die het bedrijf deed. En dan kreeg je dus een unadjusted trial balance. Maar wat daar dus nou mee aan de hand is, deze is niet helemaal bijgewerkt. Niet alle accounts zijn up-to-date met die principes die we net hebben besproken. Dus om dat up-to-date te krijgen, heb je dus adjusting entries nodig. Dus vanwege de time period concept, revenue recognition principle en matching principle zijn er dus een aantal aanpassingen nodig. Want op het moment van een unadjusted trial balance zijn bepaalde accounts dus nog niet up-to-date. En je hebt dus aanpassingen nodig aan de hand van adjusting journal entries. En dat is eigenlijk het handigste om uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Dus als je kijkt naar een voorbeeld. Stel, als bedrijf zijnde betaal je 3 maanden huur vooruit. Dan zie je dat zo staan. Dit is de journal entry. Op 1 december, je betaalt 3 maanden huur vooruit. Dat wordt dus een asset. Prepaid rent is een asset. Dus je hebt huur vooruit betaald. Prepaid rent. Dus in dit geval is dat $3000. Dat boek je debit. En dat betaal je dus met cash. Nou, cash is een asset. Dus die boek je credit, omdat je cash afneemt. Dus je hebt 3 maanden huur vooruit betaald. Nou, in het T-account ziet dat als volgt uit. Nou, stel aan het einde van het jaar. Dus dit was op 1 december. Stel op 31 december. Dan is van die 3 maanden vooruitbetaalde huur 1 maand natuurlijk niet meer vooruitbetaald. Maar dat is een echte expense geworden. Want je hebt 1 maand in bijvoorbeeld je kantoorpand gezeten. Dus dat is niet meer vooruitbetaalde huur, maar dat wordt een echte expense. Dan is van belang dat jij dus aan de hand van een adjusting entry je balans op orde brengt. En dat doe je dus ten eerste door het in je journal te posten. Dus we zien onze rent expense, dat is dus een expense. Die neemt toe. Dus die boeken we $1000 debit. En onthou weer. Een expense laat onze equity afnemen en daarom moesten we een debit boeken. En onze prepaid rent was $3000, maar die laten we nu dus met $1000 afnemen, omdat 1/3 van het prepaid rent niet meer vooruitbetaald is. Nou, dit moet dus 31 december zijn, omdat je nu die 1000 erbij verwerkt. Maar dan ga je dus kijken bij het T-account. Het account van prepaid rent was $3000. En dan zie je dus dat aan het eind van de maand $1000 ervan afgaat, omdat 1/3 niet meer vooruitbetaald is. En dan zie je dus dat je nog een debitbalans hebt van $2000 in prepaid rent. Dus je hebt nog $2000 vooruitbetaalde huur. Nou, dat doe je dus voor alle accounts. Dus na alle adjusting entries, dan maak je dus de adjusted trial balance. Waarbij het gebruik maken van een worksheet dit heel erg versimpelt. Die dat versimpelt het opstellen van een adjusted trial balance. Dus dan kijken we naar een voorbeeld. Dit was onze unadjusted trial balance, dus onze trial balance. Dan hebben we dus een aantal adjustments die we maken. Dus een voorbeeld daarvan is prepaid insurance. Stel, aan het begin van de periode zien we dat of we zien dat onze prepaid insurance $800 was. Dus we hadden $800 vooruitbetaalde verzekering. Maar we zien dus dat van die $800, dat is dus die adjusting entry, $620 niet meer vooruitbetaald is. Dus we zien dus dat bij de adjusting entry, bij prepaid insurance, daar een creditboeking is van $620. Dat die $800 afneemt met $620. Maar we zien dus ook een insurance expense ontstaan. Omdat dus een gedeelte niet meer vooruitbetaald is, maar het is een echte expense geworden. Wat we net ook met die vooruitbetaalde huur zagen. Nou, dat doe je dus voor alle accounts. Dus bijvoorbeeld ook bij supplies. Dus dat je een gedeelte van je supplies hebt opgemaakt. Dus in dit geval zie je dus dat je supplies met $1800 afnemen. En dat je supplies expense met $1800 toenemen. Nou, dat doe je dus voor alle accounts waar het op betrekking heeft. Ga je dus allemaal adjusting entries doen. En dan ga je dus vervolgens je trial balance, dus je unadjusted trial balance, ga je dan bijwerken aan de hand van al die adjustments. En dan krijg je dus de adjusted trial balance, wat je hier ziet staan. En dat is dus niks anders dan de unadjusted trial balance bijgewerkt aan de hand van de
adjustments. Dus inderdaad, supplies was 3000. Je ziet een adjusting entry van $1800 credit. En dan zie je dus dat je nog een pas van $1200 debit overhoudt. Is dit voor iedereen duidelijk hoe dit werkt, die adjusting entries? Wordt vaak alsnog wel wat lastig ervaren. Maar het is dus puur om alle accounts up-to-date te brengen. En in dit geval heb je dus bijvoorbeeld dat een gedeelte niet meer vooruitbetaald is. Je hebt bijvoorbeeld dat een gedeelte van je supplies opgemaakt zijn. En met die adjusting entries ga je dus ga dat dus bijwerken, zodat je boeken up-to-date zijn. Ik zie geen vraag, dus dan ga ik vanuit dat het duidelijk is. Dan heb ik even een oefenopdracht. A business pays salaries of 140,000 euros on the first and 15th day of every month. Which of the following is the adjusting entry required on December 31, 2008? Nee, ik stel trouwens voor, ja, we kunnen de opdracht nog even doen voor de pauze. Kun je kiezen uit deze antwoordmogelijkheden? Maak ik een poll aan. Dat heeft dus te maken, Jamie, met de principes die we net bespraken. Dus stel je hebt dus een prepaid insurance, wat we net ook in die worksheet zagen. Als dan bijvoorbeeld de maand voorbij is, dan staat het nog wel op je balans. Maar dan weet je dus dat een gedeelte van die prepaid insurance niet meer een asset is, maar dat het een echte expense is geworden. Dus dat moet je op basis daarvan dus redeneren. En ook qua voorraad, stel je weet dat je een gedeelte van je voorraad op hebt gemaakt, dan weet je dus dat je een adjusting entry moet doen. Dus bijvoorbeeld een gedeelte van je voorraad in kantoorspullen. Dat heb je bijvoorbeeld niet nodig voor je productie. Dus in die zin had je dan niet gezien dat het op is gegaan. Alleen tijdens de werkzaamheden op bijvoorbeeld het kantoor heb je papier verbruikt, pennen verbruikt. En dan ga je dus, moet je dus redeneren dat je op basis daarvan een adjusting entry moet doen om juist de kosten aan de juiste periode te koppelen. Alleen voor jullie op het tentamen zul je dat niet helemaal zelf uit hoeven werken, want het is natuurlijk een multiple choice tentamen. Dus daarbij wordt er echt op kleine gedeeltes gefocust, net zoals op dit stukje vraag. Op zo'n manier zal het teruggevraagd worden. Maar hoe je het zou moeten weten wanneer je een adjusting entry moet doen, dat is dus redeneren van, zijn alle accounts die hier staan echt up-to-date? Of is er bijvoorbeeld een gedeelte niet meer prepaid, maar is het een echte expense geworden? Of is een gedeelte van de voorraad echt verbruikt? Dan moet je dus een adjusting entry doen. Beantwoordt dat jouw vraag, Jamie? Top.
Kijk, ik zie dat ik de meeste antwoorden heb, dus stel ik voor dat we bespreken. De meeste mensen kiezen in dit geval voor antwoord C. En dat is ook het juiste antwoord, want wat zie je? Nou, a business pays salaries of 140.000 euros on the first and on the 15th day of every month. Dus je weet, het betaalt salaris op de eerste dag uit en op de 15e dag uit. Which of the following is the adjusting entry required on December 31, 2008? Dus je weet dat het salaris als laatste is uitbetaald op de 15e dag, dus op 15 december. En dan weet je dus dat de eerstvolgende keer dat het wordt uitbetaald, dus op 1 januari is. En de vraag is dan wat voor adjusting entry je op 31 december moet doen. Maar je weet natuurlijk dat al je werknemers tussen de laatste uitbetaling en 31 december wel gewoon hebben gewerkt. Maar daarvan hebben ze het nog niet uitbetaald gekregen. Dus voor jou als bedrijf is het wel een salaries payable, dus wel een schuld. Want je bent dit bedrag verschuldigd aan je werknemers. Want je werknemers hebben voor jou gewerkt, maar het geld nog niet ontvangen. Dus dan weet je dat je een adjusting entry moet doen om dus dat op een juiste manier te koppelen. En in dit geval weet je dus dat je een salary expense hebt en een salaries payable. Want het weet dus, het is al een expense. Want ze hebben al voor je gewerkt, dus het is al een expense. Dus je laat je expense toenemen met $140.000. En dat is dus een debitboeking, wat we net zagen. Omdat het onze equity afneemt, boeken we het debit. En we weten dus dat we pas op de eerste uitbetalen. Dus we laten op 31 december onze salaries payable met $140.000 toenemen. Dus omdat het een schuld is, we moeten het nog betalen. Dus die laten we met $140.000 toenemen. Dus vandaar dat in dit geval antwoord C het juiste antwoord is. Debit €140.000 to salaries expense. En credit €140.000 to salaries payable. En dat zien we dus als laatst is op de 15e uitbetaald. Nou, tussen de 15e en de 31e hebben de werknemers wel voor je gewerkt. Dus voor jou is het al een salary expense. Alleen je betaalt het pas op de 1e. Dus op 31 december moet je dus een post maken van salary payable. Dat is laat zien van hey, ik ben dit bedrag nog verschuldigd aan mijn werknemers. Dus het is wel al een expense, maar je moet hem nog betalen. Dus vandaar dat in dit geval antwoord C het juiste antwoord is. Kijk, zijn hier vragen over of is dit duidelijk? Ik zie geen vraag. Gaan we nog even één vraagje doen en dan gaan we dan even een break houden. Nog een oefenopdracht. The accountant for German Legal Services failed to make an adjusting entry for supplies inventory that had been used for the year. Which of the following is true? En dan kun je kiezen uit deze antwoordmogelijkheden. En de poll staat online. Oké, ik ga nu een halve minuut voor de laatste antwoorden. Oké, ik zie dat de meeste mensen voor antwoord D kiezen en een aantal van antwoord A. Maar inderdaad, antwoord D is het juiste antwoord. Want je ziet dus dat je dat Human Legal Services dus geen adjusting entry heeft gedaan voor supplies inventory that had been used for the year. Dus een gedeelte van de supplies inventory staat dus nog als een asset op de balans. Terwijl een gedeelte daarvan is verbruikt
En als jij dus een gedeelte van je voorraad verbruikt, heb je dus een supplies expense. En omdat het dus gefaald is om die adjusting entry te doen, dus om inderdaad te laten zien van, hey, een gedeelte van die voorraad hebben we gebruikt en het is dus een expense geweest, weet je dus dat total expenses understated zijn. En omdat het dus alleen gaat om de expense side, is antwoord D het juiste antwoord. Het heeft natuurlijk geen invloed op de revenue. Want revenue, dat is de opbrengst die een bedrijf heeft. En als jij extra supplies hebt verbruikt, dat heeft natuurlijk geen invloed op je revenue. Dat heeft alleen invloed op je expenses. Dus in dit geval hebben ze meer supplies verbruikt dan dat in de boeken staat. Dus de expense van supplies is in werkelijkheid groter dan wat in de boeken staat. Dat betekent dus dat total expenses understated zijn. En als ze wel een adjusting entry hadden gedaan, dan was de supplies expense groter geweest. En dan had je dus een grotere total expenses gehad. Dus vandaar dat in dit geval antwoord D het juiste antwoord is. Is dat voor iedereen duidelijk? Oké, nou, ik zie geen vragen. Dan stel ik voor dat we weer een pauze houden van een kwartiertje. En dan gaan we dan met het laatste gedeelte verder. Dus als iedereen 17 minuten over 3 terug is, dan gaan we dan verder met het laatste gedeelte van de training. En dan is op het laatst ook nog eventueel wat tijd voor wat vragen. Dus 15, 17 terug, dan gaan we dan verder met het tweede gedeelte.
Zo, het is 17 minuten over 3, dus daarvoor het verder gaan met het laatste gedeelte van de training. Dat is dus hoofdstuk 4 en we gaan het eigenlijk hebben over de hele accounting cyclus. Dus eigenlijk alles wat we tot nu toe besproken hebben, hoe dat is geheel in het plaatje past eigenlijk. We hebben al een aantal stappen van de accounting cyclus gehad, maar er zijn nog een aantal stappen nodig om de hele cyclus rond te maken. Dus we zagen al, we hadden net dus de adjusted trial balance gemaakt. Dus dat was de unadjusted trial balance bijgewerkt aan de hand van al de adjusting entries. En op basis van de adjusted trial balance kunnen we financial statements maken. Dus de adjusted trial balance hebben we dus al die balansen up-to-date. En op basis van die informatie kunnen we dus die vier verschillende financial statements maken. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Dit is dus onze adjusted trial balance, dus hebben we alle informatie die we zien. En dan hebben we dus ook nog tijdelijke accounts, zoals revenue accounts en expense accounts. We gaan zo meteen kijken hoe je die ook kunt sluiten. Maar heb je adjusted trial balance, staan die nog gewoon vermeld. Nou, hier zie je dus alle assets staan, cash, accounts receivable, office supplies, enzovoort, enzovoort. Hier zien we de liability staan, dat kun je dus herkennen aan het woordje payable. En ook unearned revenue, dat is ook een liability, want als jij al geld hebt ontvangen voor iets wat je nog niet hebt geleverd, dan is dat eigenlijk een schuld, want je moet nog iets leveren. Nou, notes payable is ook een schuld. Daarnaast zien we dus kapitaal staan en equity. En de revenues en de expenses vallen dus ook onder equity bij de adjusted trial balance. Nou, op basis van deze informatie kunnen we dus de financial statements maken. Dan beginnen we met de income statements. Daar hebben we het onderste gedeelte voor nodig. Voor het income statement zijn de revenues en expenses van belang. Want die laten natuurlijk zien wat het inkomen van een bedrijf is. Dus in het income statement zet je dat simpelweg onder elkaar. Je hebt eerst service revenue, $17.500. En daarna alle verschillende expense accounts. Dus in dit geval is dat rent expense, salaries expense, supplies expense, utility expense, enzovoort, enzovoort. En dan heb je dus total expenses van $8.950. En dan zie je dus dat het netto inkomen gelijk is aan $8.550. Nou, vervolgens gaan we dus kijken naar de statement of owner's equity. Nou, als we bijvoorbeeld weten dat de owner's equity in de beginsituatie 0 was, zien we dus dat bij Bright Capital dat er 48.000 aan owner contribution is geweest. Nou, we hadden net al berekend dat het netto inkomen $8.550 was. Dat blijft in eerste instantie in het bedrijf. Dan zie je dat totaal en kapitaal in dat geval $56.550 is. Maar we zien onder equity ook nog staan Bright Withdrawals. Het feit dat de eigenaar $5.000 van het kapitaal uit het bedrijf heeft gehaald. Dus we zien hier Owner Withdrawal, dat staat tussen haakjes. Dus dat betekent dat het verminderd wordt, dus eruit wordt gehaald. En dan zie je dus dat aan het eind van de periode het kapitaal van de eigenaar $51.550 is. Nou, vervolgens kunnen we ook dus de balance sheet maken. Nou, bij de balance sheet zien we dus eerst alle assets. Dan zien we alle liabilities. Dus hier zien we inderdaad alle assets staan. Hier zien we alle liabilities staan. En dan zien we dus ons owner's equity staan. Waarbij we dus owner's equity, wat hier staat, of Bright Capital, wat hier staat, dat hebben we dus al bijgewerkt op basis van ons inkomen en op basis van het geld dat de eigenaar eruit heeft gehaald. Dat hadden we dus aan de statement of owner's equity, daar hadden we dat al berekend. Dus dan zien we inderdaad op de balans staan, owner's equity, wat we net hadden berekend, dat dat $51.550 is. En dan zie je dus weer dat assets gelijk zijn aan liabilities plus equity, wat dus in totaal $113.550 is. En als laatste heb je nog de statement of cashflow, alleen dat bereken je niet aan de hand hiervan. Maar hoe je dat berekent, dat komt in een later hoofdstuk nog uitgebreid aan bod. Dus mocht je voor de cursus gaan, dan gaat Berend dat met jullie bespreken. Wat nog van belang is, dat zijn closing entries. Aan het einde van elke periode, dan wordt de balans op de tijdelijke account verplaatst naar een permanente owner's equity account. Nou, wat zijn dan tijdelijke accounts? Dat zijn revenue accounts, dat zijn expense accounts en dat zijn withdrawal accounts. Dus als jij je boeken klaar wil maken voor het nieuwe jaar, dan wil je die niet tijdelijke accounts, dus op je trial balance, die wil je dus sluiten. En dat zijn dus je revenue accounts, je expense accounts en je withdrawal account. Wat ga je dan niet sluiten? Dat zijn dus de permanente account. En dat zijn dus je asset account, je liability account en je capital account. En deze accounts, die ga je dus overbrengen naar je capital account. En hoe dat werkt, dat gaan we nu bekijken. Dus je hebt inderdaad een closing process. Dus stel, we hebben een hoeveelheid expenses staan.
Nou, we weten expenses, die boeken we altijd debit. Dus onder expenses, dat is een tijdelijk account, hebben wij een debitbalans staan. Maar we willen onze tijdelijke accounts willen we dus sluiten. Dus de hoeveelheid dat we hier debit hebben staan, dat boeken we dus ook credit. En omdat we aan deze kant iets credit boeken, gaan we dus een extra account creëren. En dat noemen we een income summary. Dat hebben we alleen maar nodig om de tijdelijke accounts te sluiten en om het naar het kapitaalaccount toe te brengen. Dus we hebben hier een tijdelijk account van expenses met een debitbalans. Deze balans willen we sluiten, dus we boeken het credit. En datzelfde bedrag boeken we bij income summary debit. Dus daar zie je de expenses verschijnen. Hetzelfde doe je voor je revenue account. Bij revenue is het normale account credit, dus daar hebben we een creditbalans staan. We weten revenue is ook een tijdelijk account wat we willen sluiten. Dus dat bedrag wat we credit hebben staan, dat boeken we debit. En dat betekent dus dat we, omdat we hem hier debit boeken, dat we hem bij income summary credit boeken. Nou, dan kan je dus kijken van, wat is meer? Hebben we meer expenses of hebben we meer revenues? Dus stel we hebben meer revenues dan expenses, dan hebben we dus een netto inkomen. Dan zien we dus dat ons income summary een creditbalans heeft. En om hem dus te sluiten, dan boeken we onze income summary debit. Dus dan verdwijnt hij weer helemaal, helemaal uit de boeken weg. En omdat we hem hier debit boeken, weten we dus dat we het kapitaal credit boeken. En dat klopt ook, want we weten als het kapitaal toeneemt, moeten we het credit boeken. En in dit geval zien we dus dat om deze te sluiten, boeken we hem hier debit en bij kapitaal credit. Nou, hetzelfde doe je bij withdrawals. Dus stel, de eigenaar die haalt geld uit het bedrijf weg. Dan weten we dus dat het kapitaal afneemt, dus dat boeken we altijd debit. Dus withdrawals is altijd een debitbalans. En om dit tijdelijk account uit de boeken weg te halen, boeken we hem hier dus credit. Dus dan verdwijnt deze hele T-account. En dan boeken we hem dus bij kapitaal credit, of debit, omdat we hem hier credit hebben geboekt. En dan kan je dat dus weer van elkaar afstrepen, want withdrawals, dat vermindert het kapitaal weer. En dan zie je dus wat het eindbalans van je kapitaal is. Nou, hoe ziet dat er in de boekingen uit? Dus stel, we hebben een service revenue. We hebben service revenue van 17.500 en die willen we sluiten. Dus we weten, service revenue is altijd een creditbalans. Dus om dit te sluiten, boeken we het debit. En dan boeken we het bij income summary credit. Dus inderdaad, dat zien we hier. Service revenue had een creditbalans. Die gaan we sluiten, dus we boeken het debit. En dan verplaatsen we dus naar ons income summary account. En daar boeken we het credit. Nou, hetzelfde doen we voor ons expenses. Dus we gaan al onze expenses, wat een normale account heeft van debit, die gaan we dus sluiten. Dus die gaan we allemaal credit boeken. En die optelsom, die boek je dus bij income summary debit erbij op. En dat is in dit geval dus $8950. Nou, hoe ziet dat er dus uit? Die $8950, die boeken we dus bij ons income summary debit erbij op. Dan zien we dus dat we een balans hebben van $8550. Maar we willen ook ons... willen we dus ook, dan willen we ons tijdelijk account van onze income summary, die willen we ook sluiten. En om deze dan te sluiten, we zien hier, we hebben een balans van $8550 credit. Dan boeken we hem $8550 debit. Dus dat zie je hier staan, income summary debit, $8550. En dan weten we dus dat we ons kapitaal laten toenemen met $8550. En die boek je credit. En op die manier kun je dus je tijdelijke accounts uit de boeken weghalen. En hetzelfde geldt dus voor je withdrawals. Onze withdrawals waren 5000, dat is een debit account. Die willen we uit onze boeken weghalen, dus boeken we hem credit. Zo deze T-account, dat die op nul uitkomt. En dat we hem hier credit boeken, weten we dus dat we hem bij kapitaal debit boeken. En bij owner withdrawals gebruiken we dus niet dat tussenaccount van income summary. Maar dat ga je dus gelijk op je kapitaal verwerken. Zie ik dat ik een vraag heb. Even kijken. En aan het eind van het jaar sluit je ook de entries die je niet over elke periode sluit. Wat bedoel je daar precies mee, Bart? Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Want dit gaat er echt over dat revenue, expense en withdrawals, dat zijn tijdelijke accounts en die sluit je voor een nieuwe periode. Ik weet niet helemaal wat jij bedoelt. Oh, oké, okay. Helemaal goed. Is dit in ieder geval voor iedereen duidelijk hoe deze closing entries werken? Dus inderdaad, je hebt een expense account en om het uit de boeken weg te halen, maak je dus gebruik van een extra account dat je creëert, dat is je income summary.
En je weet, als ik bij expenses iets credit boek, dan moet ik hem ergens anders dus debit boeken. Dat is de double entry. De owner withdrawal is een debit. Even kijken. Owner withdrawal, dan weet je dus. Even kijken. Dat is wel deze. Owner withdrawal, die heeft altijd een debitbalans. Omdat je weet, een withdrawal, dat vermindert het equity, het kapitaal. En dan heb je altijd een debitbalans. En dit is dus een tijdelijk account wat je uit de boeken weg wil halen. Met een debitbalans. Dus dan boek je hem in het eigen balans, boek je hem credit. Zodat dit hele T-account verwijdert. Dit hele account verdwijnt dan. En omdat je hem hier credit boekt, weet je hem dus dat je bij het kapitaal, want je verplaatst het naar het kapitaal, dat je hem daar debit boekt. Dus hier boek je hem credit, daar boek je hem debit. En dat is ook weer logisch te redeneren, omdat als jij geld uit het kapitaal weghaalt, dus een withdrawal, dan vermindert het kapitaal. We wisten, als je het kapitaal vermindert, dan vermindert het equity en dan boeken we hem altijd debit. Dus vandaar dat je hem hier op die manier boekt. Oké, top. Dan gaan we verder. En dan krijg je dus een post-closing trial balance. Na de closing entries heb je dus alleen maar permanente accounts op de balans te vinden. En de boeken zijn nu dus klaar voor een nieuwe fiscale periode. Dus hier zien we een voorbeeld. Dit is dus een post-closing trial balance. En dan zien we dus de assets staan. We zien de liability staan. En we zien dus alleen het kapitaalaccount staan. En we zien dus geen tijdelijke accounts meer zoals revenue, expense en owner's withdrawal. We zien alleen nog wat het kapitaal van het eigenaar in het bedrijf is. En dat noemen we dus een post-closing trial balance. Heb ik nu een aantal oefenopgaven om te kijken of dit helemaal duidelijk is voor jullie. De eerste oefenopdracht. Which of the following accounts will be included in a post-closing trial balance? Kun je kiezen uit deze antwoordmogelijkheden. En de poll staat online. Oké, geef nu een halve minuut voor de laatste antwoorden. Oké, nou, ik zie dat de meeste mensen voor antwoord B kiezen en dat is in dit geval ook het juiste antwoord. Which of the following accounts will be included in the post-closing trial balance? Dat zijn dus alle permanente accounts. En we weten dus dat tijdelijke accounts, dat die dus aan de hand van closing entries eruit worden gehaald. En tijdelijke accounts, dat zijn dus revenue en expense accounts. Dus alle revenue en expenses die je hier ziet. En dus het withdrawal account. Dus van deze vier opties is alleen interest payable. Dat is dus een echte liability. En dat is dus geen tijdelijk account, maar dat is dus een permanent account en een liability dus. Dus which of the following accounts will be included in a post-closing trial balance? Dat is dan inderdaad antwoord B, interest payable. Omdat dit dus expense en revenue accounts zijn, wat tijdelijke accounts zijn. Volgende oefenopdracht. The entries that transfer the balances of the temporary equity accounts to the permanent equity accounts are called. Dan kun je kiezen uit deze antwoordmogelijkheden. Maak ik weer een poll aan.
En de poll staat online. Oké, dan hebben we een halve minuut voor de laatste antwoorden. Oké, nou, ik heb vrijwel alle antwoorden binnen en inderdaad, de meeste mensen kiezen voor antwoord D, closing entries. En dat zagen we ook, dat met closing entries ga je dus de tijdelijke accounts uit de boeken weghalen en die verplaats je dus naar een permanent equity account. We zagen inderdaad dat we de revenue, expense en withdrawal, dat zijn dus tijdelijke accounts, die halen we uit de boeken weg en dat gaan we dus verwerken in onze permanente equity account, wat dus owner's capital is. Dus laat in dit geval antwoord D het juiste antwoord is. Nog een oefenopdracht. Refer to this adjusted trial balance. What will be the final balance in the Smith Capital account after the closing entries? Nou, dit is dus de informatie die je hebt. Kun je kiezen uit deze antwoordmogelijkheden. Een poll aanmaken. En de poll staat online.
Kijk, bijna de helft van de antwoorden binnen, dus ik geef dan even de tijd, zodat iedereen de kans heeft om de vraag te maken. Kijk, ik geef hem even een halve minuut voor de laatste antwoorden en dan spreken we hem. Oké, nou, de meeste mensen twijfelen tussen antwoord A en antwoord B. In dit geval is het juiste antwoord A. Want wat wordt dan eigenlijk gevraagd? Je hebt deze just a trial balance. En gevraagd wat na de closing entries, wat dan Smith Capital is. En wat weten we ook weer? Wat doen we ook weer met closing entries? Met closing entries gaan we dus de tijdelijke equity accounts. Dus dat is onze Smith withdrawals, onze revenue accounts, die staat hier. En onze expense accounts. Die gaan we dus uit de boeken weghalen en overbrengen naar het kapitaal. Nou, de makkelijkste manier om dat eigenlijk zo snel mogelijk deze vraag op te lossen, is kijken hoeveel kapitaal heb ik aan het begin. Dat is 13.800. Nou, dan wil ik dat dus bijwerken aan de hand van al die tijdelijke accounts. Nou, ik weet dat als een eigenaar 1000 euro kapitaal uit het bedrijf weghaalt, dat het kapitaal afneemt. Dus dan doe je 13.800 min 1000 euro. Nou, ik weet dat sales revenue mijn kapitaal natuurlijk vermeerdert. Want als ik sales revenue heb, dan dat is goed voor het bedrijf, dan ontvang ik geld en dan neemt mijn kapitaal toe. Dus dan doe je plus 96.000 euro. En je weet natuurlijk dat je expenses, dat dat een cash outflow is. Tenminste, dat dat niet goed is voor je kapitaal. Want als jij uitgaven hebt, dan vermindert je kapitaal. Dus vervolgens trek je al die expenses ervan af. En als je dat op een rijtje doet, dus revenue plus 95.000. Min alle expenses, dus min 1600, min 400, min 25.000, min 21.000, min 1400, 14.000, min 8500, min 500. Nou, de owner's withdrawal, dat vermindert het kapitaal natuurlijk ook. Want als je geld uit een bedrijf haalt, dan neemt het kapitaal af. Dus dan zie je dus dat je een netto verandering hebt van plus 24.000. Nou, het owner's capital was 13.800. Nou, we weten dus dat er 24.000 bij komt als ze alle tijdelijke accounts sluiten. En dan zie je dus dat je uitkomt op 37.800. Dit is dus de snelle manier waarop je het kan berekenen. Je kan het ook doen op basis van die officiële manier die we net hadden besproken. Dus we zien dan bijvoorbeeld dat je een revenue account hebt van 95.000. Dus we zien hier. Revenue. Nou, revenue dat neemt, laat ons equity toenemen. Die heeft dus een normale balans van credit. En dat staat dus op 85.000, of 95.000. En je wil de tijdelijke account dus sluiten. Dus in dat geval boek je hem dus 95.000 debit. Want dan heb je natuurlijk een balans van 0, 0. En omdat je hem hier dus, dan heb je dus zo'n tijdelijk account. Dat is income summary. Income summary. Nou, en omdat je hem hier dus debit boekt om hem op 0 te zetten, weten we dus dat we de sales revenue hier dus credit boeken. Nou, hetzelfde doen we dus voor de expenses. Nou, je hebt dus alle expenses en expenses die staan altijd aan deze zijde vermeld. Dus al die expenses staan hier vermeld. Deze breng je dan ook op 0. Dus dit is expenses. Expenses.
Deze breng je ook op nul, dus dan boek je hier een credit, zodat beide op nul komen. En omdat je hem hier credit hebt geboekt om op nul te brengen, komt bij income summary debit erbij. Dus dat bepaalde bedrag, deze optelsom van deze getallen. En vervolgens zie je dus een bepaalde balans staan. Nou, in dit geval heb je dus waarschijnlijk een balans aan de creditzijde, omdat je een hogere revenue hebt dan expenses. Dus hier heb je een balans van een bepaald bedrag. En vervolgens breng je je income summary account dan ook op nul. Dus die boek je dan debit met dat bedrag wat hier credit staat. En vervolgens, omdat je hem hier debit boekt, ga je dan je capital account. Omdat je hem hier debit boekt, ga je dan je capital account credit boeken. En dat betekent dus dat je capital toeneemt. Dus dat is in principe hetzelfde wat we hier ook deden. Dus kijken wanneer neemt het kapitaal toe, wanneer neemt het kapitaal af. Alleen dan maak je dus gebruik van je income summary, wat dus een tussenaccount is, wat je gebruikt voor al je expenses en voor je revenues. Dat is wat we eerder ook al hadden besproken. Is dit voor iedereen duidelijk? En je withdrawals, die boek je dus gelijk af. Dus bij je withdrawals ga je gelijk, dat heeft een normale debit account, ga je hem credit boeken. En dan ga je hem dus bij je capital daarna debit boeken. En dan maak je dus geen gebruik van nog een tussenaccount. Dit income summary account, dat is dus puur voor je revenue en expenses. Om dat te verplaatsen en dan vervolgens op nul te brengen. Zodat je je kapitaal kan laten toenemen of laten afnemen. Ik zie geen vraag, dus dan stel ik voor dat we verder gaan. Nou, dit is dus wat we tot nu toe hebben besproken. De accountingcyclus. Dus je hebt een beginbalans. Dan ga je dus transacties analyseren en journaliseren. Dan ga je dat dus posten aan de hand van journal entries en je ledger accounts. Dan krijg je dus een unadjusted trial balance. Dan doe je dus de adjusting entries. En dan heb je dus een een adjusted trial balance. Dan heb je unadjusted trial balance bijgewerkt aan de hand van je adjusting entries, zodat je aan al die principes voldoet. Vervolgens kun je aan de hand van je adjusted trial balances financial statements maken. Die financial statements, nu zijn we het over de vier financial statements. Dus dat is het income statement, statement of owner's equity, de balans en statement of cash flow. Vervolgens kun je dus alle tijdelijke accounts weghalen, wat we net zagen. Dus journalize en post de closing entries. En dan krijg je dus een post-closing trial balance. En daarmee kan je dan een nieuwe periode weer opnieuw beginnen. Dus vanaf dat is dan eigenlijk het beginpunt van, beginpunt van een nieuwe periode. Dat is dus de post-closing trial balance. En dan het nieuwe fiscale jaar, dan begin je dus weer helemaal opnieuw. En dan doorloop je al deze stappen nog een keer. Die withdrawal weet je inderdaad al dat dat het kapitaal vermindert, Bart. Dus dat kan je inderdaad gelijk van je kapitaal aftrekken als je dat wil berekenen. Maar officieel doe je dat dus ook aan de hand van je account. Dus als je dat in een journal entry doet, dan zie je dus dat je... Dit is je withdrawal. Niet het beste antwoord, maar hier staat withdrawal. En hij heeft dus een balans van 1000 debit. En om hem dan weg te halen, boek je hem daar 1000 credit. Zodat je hem nul hebt. Dus dan verdwijnt die withdrawal account verdwijnt dan uit de boeken. En omdat je hem hier credit boekt, ga je hem dus bij capital debit boeken. En we weten bij kapitaal betekent een debit booking dat het afneemt. Dus dan weet je dat de kapitaal met 1000 afneemt. En datzelfde doe je dus met die income summary, dat tel je erbij op. Is dat duidelijk? Top. Oké. Had ik nog een aantal ratios en oefenopgaven die ik wil bespreken. Maar voordat ik die ga bespreken, wou ik jullie vragen of jullie alvast de evaluatie van deze gratis training in willen vullen. Dus als jullie dat nu zouden kunnen doen, dat kan aan de hand van een mail die je hebt ontvangen. Maar je kunt ook deze QR-code scannen. Maar even een korte evaluatie invullen van wat je van de gratis training vond, wat je goed vond gaan. Maar als er bijvoorbeeld ook iets is wat je anders had willen zien, wat misschien beter kon. Dus als ik geef ik daar even kort een aantal minuutjes voor en dan gaan we daarna het laatste gedeelte van de training bespreken. Dus als je hem even in zou willen vullen, dan wordt het gewaardeerd.
Kijk, ik zie dat we een aantal evaluaties binnen hebben, dus ik wacht nog even tot iedereen de kans heeft om, om hem in te vullen. Oké, nou, ik denk dat we zo wel voldoende tijd hebben. Gaan we verder met het laatste onderdeel van hoofdstuk 4. Dat zijn dus een aantal ratio's. Beginnen we bij het current ratio. Dat meet dus of een bedrijf in staat is om zijn current liabilities te betalen. Dus hoe ziet dat eruit? Current ratio, dat is dus je total current assets. Gedeeld door je total current liabilities. En wat zijn total current assets? Dat zijn eigenlijk assets waarvan verwacht wordt dat ze binnen de operatiecyclus van een bedrijf of binnen het fiscale jaar nou, gebruikt worden. Of in die zin dat het korte termijn assets zijn. Dus dat ze ook snel om te wisselen zijn in eventueel cash als dat nodig is. En total current liabilities, dat zijn dus de schulden die je binnen 1 jaar af moet betalen. Binnen 1 jaar, dus het fiscale jaar of de operatiecyclus van het bedrijf. En het laat dus eigenlijk zien in hoeverre jij in staat bent om jouw kortlopende schulden op een snel te kunnen betalen. Dus het zegt eigenlijk iets over de in hoeverre jij dat snel zou kunnen betalen. En dat is dus de current ratio. En hierbij is een vuistregel dat een current ratio van 1,5, dat een sterke current ratio is, dat dat voldoende ruimte geeft om eventuele kortlopende schulden snel af te kunnen betalen. Dus we gaan kijken naar een oefenopdracht. The following contains information from the records of the Wellborn Engineers and Architects. Which of the following statements is an accurate interpretation of the current ratio of Wellborn Engineers and Architects? Nou, deze informatie staat gegeven. En dan kun je kiezen uit deze antwoordmogelijkheden. Maak ik weer een poll aan. En de poll staat online. Oké, ik geef dan een halve minuut voor de laatste antwoorden. Oké, ik heb de meeste antwoorden binnen en de meeste mensen kiezen voor antwoord C. En dat is inderdaad ook het juiste antwoord. Dat is ook weer current ratio, dat is dus de current assets gedeeld door de current liabilities. Nou, dat staat hier dus ook vermeld. Je hebt current assets is $74.000, current liabilities is $44.000. Nou, als je dat door elkaar deelt, dan kom je dus uit op 1,68 afgerond. Dat betekent dus dat je current assets zijn dus 1,68 keer zo groot als je current liabilities. Nou, als je dat dan kijkt in een bepaald ratio, dat betekent dus stel,
Ik heb $1 aan current liabilities. Dan weet ik dus dat mijn current assets 1,68 keer zo groot zijn. Dus dan heb je inderdaad antwoord C. The company has $1.86 of current assets for every $1 of current liabilities. En dat is dus simpelweg je current assets delen door de current liabilities. Dan weet je het ratio. En op basis van het ratio kan je dan kijken wat het juiste antwoord is. En dat is in dit geval dus antwoord C. Als laatste heb je nog een debt ratio. Dat laat zien hoe groot het gedeelte van de assets is. Dat wordt gefinancierd door schuld. En hierbij is eigenlijk een vuistregel dat 60% veilig is. En dat is handig om bedrijven binnen dezelfde sector met elkaar te kunnen vergelijken. Alleen dat spreekt op zich voor zich. Als we dan kijken wat we vandaag hebben besproken. Dus hebben we hoofdstuk 1 besproken, de accounting en de bedrijfsomgeving. Hoofdstuk 2, het registreren van zakelijke transacties. Hebben we gekeken naar adjusting entries. En hebben we op het laatst gezien van ja, als je de accountingcyclus helemaal doorloopt, welke stap je dan allemaal hebt doorlopen. Als we kijken naar een onderscheid tussen een gratis training en een volledige training. Nou, inderdaad, ook bij de gratis training leg ik uit wat op het tentamen komt en is de structuur gebaseerd op oude tentamenvragen. Alleen wat heb je dus bij de volledige training? Dan behandelen we dus alle stof. Krijg je ook een volledige samenvatting. En is het over het algemeen ook kleinere groepen, dat er nog meer ruimte is om vragen te kunnen stellen. En boven dat heb je dan ook een WhatsApp-hulp waarin je al je vragen ook nog eens een keer kunt stellen. De training voor het tentamen zelf, dus de hele training wordt gegeven door Berend. Het zijn in principe dezelfde slides die ik ook behandel. Alleen dan is Berend degene die het uitlegt. Het is op onze website te vinden. En voor de mensen die er interesse in hebben, hebben we nog een kortingscode. En dat is dus 10 van Sietse, waarmee je dus 10% korting krijgt. Dit was in ieder geval wat ik deze training met jullie wou delen. Ik weet niet of er van jullie uit nog vragen zijn. Ik zie dat er ook wel aardig wat mensen zijn geliefd. Maar mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het. En anders dan hopen jullie terug te zien bij de volledige training.